goed. Zullen we de mensen eens even gaan toestaan? Helemaal goed, ga ik dat nu even doen. Admit all. Daar komen ze. Goedenavond allemaal. Kijk, het scherm vult zich met allemaal namen. Goedenavond allemaal. Jullie hebben allemaal natuurlijk je geluid netjes uit. Hey, ik zie Vera. Hey Vera, hoe is het? Alles goed? Kijk, wat er weer leuk om bekende mensen te zien. Als maar bekend is en niet berucht. Ja, nou, Vera is ook een beetje berucht, maar Oh, dat kan toch best wel, een toch Vera, hè? wel. Is allemaal geen probleem. Geen probleem. Eens even kijken. Admit all. Ik zie ook al wat bekende gezichten voorbij Goed zo. schuiven. We komen zo aardig. Hey, Ilse. Ilse zie ik ook. Ilse Breedveld, ook gezellig. En even kijken of Kelly er al is, de dochter van Marcel. Zal vast wel. Hey, en Linda. Nou, gezellig jongens. Dat jullie nou nog een keer naar mij willen luisteren, dat verbaast me dan eigenlijk wel weer een beetje. Er was eentje die zei: ik hoor niks. Ja, Ik sorry. hoor niks. Wie is dat? Eens even kijken. Ja, ik. Tamara. Tamara, hoor je niks nu of wel? Ja, wel. Goed zo, goed zo. Dat is heel belangrijk wat horen, want anders dan wordt hij interessant. Ja. Hey Lydia, Lydia Kuipers, ik zie je weer. Lydia hoort niks of ze denkt, heeft ze het nou over mij? Ik weet het niet. Oké. Nou, kom eens Denk door. Dan dat gaan we lekker iedereen binnen beginnen. is. Ja, dan gaan we Ik lekker denk het beginnen. ook. En die eer is aan mij om te mogen beginnen. Dus welkom aan iedereen bij het vijfde webinar alweer van de Regio KNS Zuid-Holland. Ja, inmiddels mag ik wel zeggen, hè, we moeten ook allemaal. Commentaar, want er zijn nog een paar mensen die geen geluid hebben. Oh, een paar mensen Ja, die heel geen geluid hebben. bijzonder. Ja, Raoul en Ellen. Ja, dan zul jij eens even moeten helpen, Anita, want ik ben Ja. daar minder goed in. Ja, maar Raoul is een bekende, want die heeft ze allemaal al meegedaan. Dus die zou het toch moeten horen. Ik denk dat het aan jullie computerinstellingen ligt. Heb je je geluid of je telefooninstellingen? Geluid op je computer of je telefoon aanstaan? Ja, precies. Tamara is opgelost. Het was het geluid van de computer zelf. En dat moet ook al haast, want anders zou niemand moeten horen. Ik ben blij dat Anita dit doet. Dat zou voor mij is dat gewoon een compleet raadsel, dit soort dingen. En Raoul, is het bij jou al opgelost? Nee, ik zit hem nu Hey te. Linda, jij hebt geen camera, maar je bent er wel. Nou, daar gaat het om toch? Daar hebben we een beeld bij hoor, Linda. Zeker weten. En Ellen. Kan wat zeggen, maar dat horen ze toch niet. Nee, misschien dat je nog even kunt vragen. Zal ik even op tablet mensen? Is alles nu? Heeft iedereen nu geluid? Heeft iedereen nu geluid? Uw vraagteken. Dan weten we wat. Ja, dat is het nieuwe normaal, jongens. Zo deze, dit Ja, soort. Ellen is er. Nou, ga even nog een checkie van Raoul. We krijgen nu een heleboel mensen die geluid hebben. Goed zo. Alleen Raoul weten we nog niet. De iPad van Jolanda doet het ook. Toch? Goed zo. Ik zie het, ja. Het is wel leuk om jullie zo te zien. We hebben niet iedereen op mute staan, maar dat doen we zo wel eventjes. Een heleboel. Ja, bij Raoul doet hij het ook. We gaan starten. Kunnen we Goed starten? zo. Ja. Nou, oké, dan beginnen we even opnieuw. Inderdaad, Arie Hoekstra ben ik, voorzitter van de regio KNS Zuid-Holland. En ik heb de eer om jullie te mogen verwelkomen op het al inmiddels vijfde webinar van de regio Zuid-Holland. En inmiddels mag ik ook wel zeggen onder de deskundige leiding van Anita Lussenburg, onze bestuurder-manager communicatie. Nou, dat was net alweer nuttig, begreep ik. Een aantal mensen hebben geen geluid. Opgelost, perfect. Naast jullie mag ik welkom heten, zeg maar, onze grote gasten. Dat is dan vandaag Annemarie van der Toren, die ons het webinar Hoe leren paarden gaat geven en ons daarin gaat begeleiden.
En natuurlijk kende ik de naam Annemarie van der Toorn wel, maar als je dan even gaat googelen op Annemarie, nou, dan kom je echt heel veel informatie tegen. Dus dat ga ik niet allemaal delen met jullie, want dat heb je zelf misschien al gedaan. Ik ga even een paar kleine highlights eruit halen om toch wel even duidelijk te maken dat we niet met zomaar iemand te maken hebben, maar echt wel met een prominent individu vanuit de paardenwereld. Annemarie is in die zin dus absoluut een begrip in paarden min het Nederland. Reeds jong is ze in aanraking gekomen met paarden, zoals de meeste van ons natuurlijk. Maar uiteindelijk is zij wel heel veel stappen gaan maken, zeg maar, in deze branche. Ze heeft onder andere een opleiding bij Monty Roberts gevolgd in Engeland. Ja, en dat leverde een fascinatie op met betrekking tot de mogelijkheden die het biedt om met paarden te werken. Nou, dan is je uiteindelijk volgens mij ook nog tourmanager geweest bij Monty. Maar ja, uiteindelijk zelfstandig, ja, oké. Okay. En uiteindelijk wil je dan echt helemaal zelfstandig ook je eigen ding gaan doen. En ja, zo is ze begonnen met het trainingscentrum. En met een verschillend aanbod aan cursussen. En dat heet Equine. Dat is volgens mij een online leerplatform. En inmiddels kan naast deze online mogelijkheden ook in de praktijk het nodige geboden worden. Want als ik goed geïnformeerd ben, net nog door Annemarie, dan hebben ze vier polders, Brielen, hebben ze een eigen locatie inmiddels. En dat gaat ook nog interessant, groot, uitgebreid worden. Dus daar is alles mogelijk. Dus ja, zoek je wat, zoek je opleiding, zoek je begeleiding, zoek je tips, zoek je trucs. Zoek je iets leuks voor je vereniging, voor je onderneming. Ik zou zeggen, meld je bij Annemarie en wij gaan met heel veel plezier en heel veel interesse het webinar Hoe leren paarden bijwonen. Annemarie, graag aan jou het woord. De organisatie daaromheen, momenten van vragen stellen of antwoorden geven, dat wordt allemaal gecoördineerd door Anita. Succes allemaal en veel plezier. Nou, dankjewel Arie. Een kleine aanvulling. Wij hebben absoluut een heel groot online leerplatform, maar ons belangrijkste werk is dat wij een oren niveau 3 opleiding hebben tot instructeur paard en gedrag. Hetzelfde niveau eigenlijk als je rijinstructie. Dus het grootste gedeelte van ons werk bevindt zich wel echt ook in het praktische onderwijs. En dan echt in het leren omgaan met dat dier. En ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar ja, ik blijf daar toch, hoe meer ik ze zie, hoe meer ik daar een enorme fascinatie voor blijf houden van hoeveel van ze kunnen leren en hoe ingewikkeld het ook gewoon af en toe is. Hè? Het is niet zomaar een 1-2'tje weten wat het dier nodig heeft en dat even kunnen toepassen. Het blijft toch heel vaak een zoekplaatje. Het enige wat daar wel in overeind staat, in wat ik heel erg heb moeten leren van Janine van der Drift. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij is erg bekend met alle zaken rondom Andrew McLean. En zij vertelde op een gegeven moment tegen mij, ja, Annemarie, het maakt niet uit wat je doet, maar de leertheorie werkt altijd. Nou, en ik wist zeker dat ze geen gelijk had, omdat, ja, weet je, soms moet je iets linksom doen of rechtsom doen, dus het was niet hetzelfde. Maar na ik een tijdje met haar gesproken had, begreep ik wat ze bedoelde. En dat inderdaad de leertheorie altijd werkt, maar dat je die op een bepaalde manier moet toepassen. En toen ik dat eenmaal ging snappen, toen ging er voor mij ook wel een wereld open die zo groot was dat ik het soms ook gewoon heel ingewikkeld vind en heel moeilijk. En, maar ook heel fascinerend en heel gaaf. Nou, ik wil vanavond, we hebben 3/4 uur, dat is maar kort. Maar ik wil met jullie samen eigenlijk een aantal dingen gaan doen. Dus ik heb wat polls voorbereid waar ik jullie mening over wil weten. En dan zal ik af en toe eens iemand uitnodigen om even te demuten en daar zijn mening even over te geven. Als jullie dat oké vinden. Als je zegt, van, nou, het hoeft van mij niet, zeker niet doen. Maar ik vind het wel even leuk, omdat ik heel erg geloof dat de kennis over paarden hier met, wat is het, bijna 70 man. Oh, ik zal eventjes mensen toestaan, dat moet ik natuurlijk ook nog even doen. Bijna 70 man hebben we meer kennis bij elkaar dan één iemand alleen. Dus ik wilde eigenlijk met jullie eens even naar de eerste poll gaan. En dat is de volgende. Het is mogelijk, en dat is een stelling, hè? Daar kan je eens of oneens op zeggen. Is het mogelijk om een 100% bomproef paard te creëren door middel van training? En training, dat noem je in de paardenpsychologie nurture. Wat vinden jullie daarvan? Zo. Oké. Nou, loop goed door. Ik ga hem zo eens eventjes... zien jullie hem ook op jullie scherm of niet? De uitslag? Ja? Nee. Oh, Ingrid zegt van niet. En polling ga ik eens even doen. Dan zien jullie hem waarschijnlijk wel nu. Nee. Share results, let op. Ja, nu wel. Ja hoor, kijk. Oké.
Eens zegt 14%, het is dus mogelijk door training een volledig bomproef paard te krijgen. En 86% zegt oneens. Wie van jullie, en je kunt gewoon even je handje op zo, je kunt je handje even opsteken bij de, ik weet niet of jullie weten hoe dat gaat, bij die, bij het handje wat daar staat. Even kijken waar die bij je staat. Of je kunt gewoon even zwaaien. Wie wil er iets zeggen over het feit die gezegd heeft... ja, je kunt dat creëren door training. Wie heeft dat gezegd bij jullie? Doe gewoon even demuten. En de eerste die brult, die heeft het woord. Dan zeg je even je naam. Niemand? Ja, ja, ik wil wel wat zeggen. Graag. Even kijken. Ik heb oneens geantwoord. Goed zo. Omdat ik denk dat als een paard, hoe goed hij ook getraind is en hoe braaf hij ook is, het is sowieso natuurlijk gewoon een vluchtig dier. Dus als er iets gebeurt waardoor hij van schrikt of bang is, dan zal hij, ja, hij zal misschien voor iets bang zijn, niet bang zijn waar een ander paard wel bang voor is. Maar als er bijvoorbeeld echt iets bang is, iets waar hij echt bang voor is, dan... ja, zal die daar altijd van schrikken. Ik snap hem. Ik snap het hele. Want met dit soort dingen altijd. Wij zeggen altijd, er is geen goed en fout. Dus ik begrijp volledig jouw motivatie. Wie heeft gezegd en wie durft dat even wat meer onderbouwing aan te geven? Ja, met training kun je een bomproef paard creëren. Wie wil daar iets over toevoegen? Nou, niemand. Ja? Hebben we daar iemand? Nee, hè? Nee. Nou, dan gaan we daar gewoon eens even een uitlegje bij geven. Kijk, weet je, ik denk dat, jij vertelde het net heel mooi, een paard is een paard en een paard is een vluchtdier. En op het moment dat je als vluchtdier geboren bent, dan heb je het recht om te schrikken. Zo zie ik het echt oprecht. Het is een recht om te schrikken. Nou, vanuit alle dingen die wij met ze doen, die hebben te maken met hun natuur. Hoe ze geboren zijn, met hun instinct. Datgene wat ze met moeder natuur meegekregen hebben. En een van de belangrijkste onderdelen daarvan is nou eenmaal de schrikreactie en dus ook het vluchten. Persoonlijk denk ik dat het niet mogelijk is, tenminste het is mij nog niet gelukt om een paard zo bomproef te trainen dat hij nooit misschrikt. Het is wel reëel om te zeggen, en toevallig had ik daar pracht een hele mooie mail van een paard die ik ooit een keer in 2015 in Horse Event getraind heb, die toen extreem bang was en daarna eigenlijk kuikenmak werd. Dus het is wel mogelijk en je kunt heel veel bereiken, maar het vluchtinstinct uit het dier halen, ja, ik denk dat bijna onmogelijk is. Wat ik wel vind dat je met training kan doen, is de reactie die je krijgt, dusdanig hanteerbaar maken dat we veilig zijn. Hè, dat is wat ik denk. En daar mogen jullie vooral met mij oneens zijn. Ik geloof heel erg in discussie, maar dat is zoals ik ernaar kijk. Iemand van jullie daar nog iets op bij te dragen heeft? Nee, dan gaan wij, ik ga even admitten nog eventjes. Dan gaan we eens even een volgende poll doen. Ik ga eens even kijken wat we nu, moet die even kleiner maken. Dat is het idee, hè? Ach, jeetje. Ja, doe deze niet. Goh, zie, kom ik niet meer in de polls. Is dat wat? Relaunching polling misschien. Continue. Ik denk het. Nee. Dan zien jullie weer een poll. We hebben nu de eerste, Ik ben hier zo goed in, jongens. Echt geweldig. Dat zien jullie gelijk maar weer. Even kijken. En polling. Klaar mee. Ja, relaunch, dat is ook niet het idee. Oh, ik heb het al gezien. Ho, ik weet het al. Ik weet het al. Wij gaan naar de volgende. Ik ben hier echt heel slim in. Oké, zien jullie deze? Zie jij deze, Anita? Ja, ik zie hem. Goed zo. Als jij het gedomesteerde paard van vandaag de dag mocht laten evolueren, hè, want een paard is geëvolueerd in de afgelopen jaren, wat zou jij nou als eerst willen veranderen als paardenliefhebber? Dat het paard minder beweging nodig heeft, zodat het gewoon makkelijker wordt om met hem om te gaan. Dat het paard een dag- en nachtritme heeft, dat is ook best makkelijk. Dat het voergedrag meer lijkt op honden en katten, 2 à 3 maaltijden op een dag in plaats van al die tijd. Dat zijn vluchtinstincts verdwijnt. Dat het meer solitair dier is. Of ik zou niet willen veranderen. Wat zeggen jullie? Nou, gaan we eens eventjes... Ik geloof dat we het nu wel bijna gehad hebben.
85%. Zoals die is. Perfect, dat kan. Ik zou niets willen veranderen. Die staat er ook bij. Oké, nou, hier is die. Zien jullie de uitslag? Nee. Maar even kijken. Share results. Ja. En nu wel. Oké. Nou, dat het paard een dag- en nachtritme heeft. Wie zou daar iets over willen zeggen waarom die dat zou willen? Niemand? Oké. En het voergedrag meer op honden en katten. 2 à 3 maaltijden op een dag. Weten jullie trouwens waarom het paard heel de dag voer nodig heeft? Is iemand die dat weet? Weten jullie welk orgaan een paard niet heeft die wij wel hebben? Het is de galblaas. En dat is een heel belangrijk orgaan. De galblaas, dat is de verzamelbak van gal. Nou, ik hoop niet dat jullie het weten, maar op het moment dat je gal overgeeft, dat is een heel naar goedje. Dat is een heel zuur, die zorgt eigenlijk voor de vertering van een aantal zaken, zodat dat opgenomen kan worden in het bloed, via de darmwand in het bloed. Nou, die gal, zowel bij paarden als bij mensen, komt eigenlijk net na de maag, komt dat in het duodenum, in de dunne darm. Dat druppelt bij een paard dus de hele dag daar naar binnen. Terwijl bij onze mensen wordt het opgevangen. En als wij eten, dan zegt dat lichaam, oké, je hebt veel gegeten, dan krijg je er veel bij. Of je hebt minder gegeten, dan krijg je er minder bij. Maar paarden, die hebben dit niet, dus die krijgen heel de dag dat gal daar binnen. Nou, als er dus niet voldoende voer is, en met name ruwvoer, dan betekent dat daar een probleem kan ontstaan. Er kan een terugvloeiing naar de maag gaan plaatsvinden met alle narigheid van dien, waardoor die ook bepaalde gedragsproblemen kan krijgen. Ik weet niet of jullie het weten, maar het aansingelproblemen heeft regelmatig te maken met een maagprobleem. Ja. Dus het is voor paarden absoluut heel belangrijk dat ze heel de dag eigenlijk toegang hebben waar het kan tot het liefste ruwvoer. Nou, dat zijn vluchtinstinct verdwijnt, die begrijp ik best, want dat zou het leven een stuk veiliger maken. Ik weet niet of jullie je daarvan bewust zijn, maar wij staan op plek, ik geloof 11, waar het gaat om het aantal ongelukken in de sport. Dus dat valt allemaal best wel mee, hè? Het aantal beoefeningen en het aantal ongelukken dat gebeurt. Maar we staan op plek 2, waar het gaat om de ernstige ongelukken. Dan zijn we nummer 2 na kitesurfing. En hebben jullie enig idee waar de meeste ongelukken gebeuren? Op welk moment? Op en afstijgen. Op en afstijgen. En dat is zo belangrijk dat er een paard leren stilstaan. Maar ja, dat is tegelijkertijd ook het moeilijkste. Want stilstaan voor een vluchtdier is de moeilijkste gang. Hè? Dus dat is best wel een belangrijk onderdeel dat we daar in onze training veel tijd aan zijn. Nou, Belinda zegt, voor het paard zelf zou minder beweging fijner zijn, omdat ze vaak in kleine ruimtes verblijven. Nou, Belinda, dat ben ik helemaal met jou eens. Als je iets zou mogen wensen, dan in deze tijd, dan zou je willen dat ze minder behoefte hebben aan beweging, want dan zouden ze gelukkiger zijn. Want laten we heel eerlijk zijn, heel veel welzijnsproblematieken komen hieruit voort. Helemaal eens. Even kijken. Veel stallen, waaronder die waar mijn paard staat, voeren 2 à 3 keer per dag. Onbegrijpelijk. Lust het door altijd met eigen hooi te slepen, zegt Ellen. Ja, dat snap ik. Het is niet alleen hooi, maar ze moeten gewoon toegang hebben ook tot stro. Dat ze kunnen knabbelen, dat is wel belangrijk voor ze. Oké. Nikita is allereerst een oplossing. Denk dat ik die niet helemaal snap, Ellen. Maar misschien dat we daar straks nog even op terechtkomen. Dat het een meer solitair dier is, ja. Dat is ook zo. Maar een heel grote groep, 57%, zegt, eigenlijk wil ik helemaal niks veranderen, want het is zo'n prachtig dier. En daar ben ik het volledig mee eens. Waarbij het wel zo is dat ik vind dat we wel meer moeten kijken hoe we naar de behoeftes toe kunnen wat die nodig heeft. Zodat we een wel meer welzijn kunnen bieden. Nou, dan gaan we deze eens even afsluiten. En dan moet ik even kijken of dat weer kan. Waarom een paard veranderen om het voor ons makkelijker te maken? Zo, is dat een goede dan? Ja, dat is natuurlijk. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Waarom zouden we een paard veranderen om het voor ons makkelijk te maken? Maar dat zet ons wel direct op de vraag. Oké, dat betekent dan wel dat wij de verantwoordelijkheid hebben om veel meer van hem te leren. Want dat is wel iets wat ik in mijn praktijk heel erg veel meemaak, is dat mensen paarden menselijk gedrag toedienen. En vanuit die optiek ontzettend veel problemen veroorzaken bij paarden.
Dus wij moeten daar wel dan over nadenken. Dat als dat zo is, ik moet even naar de waiting room, even kijken of ik mensen toe kan. Ja hoor. Dus ik ben het daar volledig mee eens. Voor mij hoeven ze ook niet te veranderen, want ik vind het waanzinnige dieren. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om dus zoveel mogelijk van hun te leren. Oké, we gaan het eens even hebben over, over intelligentie. Oké. Is een hond slimmer dan een paard? Eens of oneens? Nou, er gaat van alles gebeuren. Eens en oneens. Oneens heeft een absolute meerderheid op dit moment. Ja, 57 van de 70. Mensen moeten er nog even over nadenken. Het is een hele interessante vraag, omdat hier spelen meer dingen eigenlijk, hè, waar het gaat over de psychologie van het paard. Nou, we halen hem eens even en share results. Oké, deze zien jullie, hè? Dus eens zegt 18% en oneens zegt 82%. Nou, weet je, met intelligentie, dat is een heel interessant ding, want er is op het gebied van intelligentie in de wereld zijn er ongeveer 7 verschillende vormen van intelligentie. En wij als mens, wij bewegen ons over 3 of 4 verschillende intelligentievormen. Een hond over 2, soms naar 3, en een paard 1, 2. Dan zou je kunnen zeggen dat een paard minder intelligent is. Ik heb ooit, is er een artikel geweest bij het CAO, misschien weet Anita het nog, ik ga verder geen namen noemen, van iemand die daar een clinic kwam geven. En die had een artikel geschreven, destijds nog in het Rotterdams Dagblad, en er stond in, een paard intelligent? Wel nee, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. En wat was nou de strekking van het verhaal? Is als jij een paard en een hond met elkaar in een bak zet, en je gooit een stok over de omheining, dan gaat die hond zoeken, en die brengt hem terug. Terwijl het paard kijkt ernaar, die denkt bij zichzelf, ja, is interessant, maar ik heb er niks aan. Dus die blijft rustig staan en doet zijn eigen ding. Toen werd er gesteld dat dit dus vertelde dat die hond intelligenter is dan dat paard. Ja, hij bevindt zich wel over meer intelligentievormen, maar dat paard is zeer intelligent in datgene waar hij zijn intelligentie voor nodig heeft. Want ik hoef jullie niet te vertellen dat een paard enorm spiegelend is in zijn gedrag. Hij weet feilloos te meten wat er om hem heen gebeurt. Dat kan hij beter dan heel veel andere dieren. Nou, een paard, je moet het zo zien, waarom doet die hond dat stok halen? Dat hoort bij zijn overleving. Zo werken ze samen. Een hond kan samen afspreken om te omsingelen, een wolvenkudde. Die gaan omsingelen die doden. En dan eten ze in een bepaalde hiërarchische volgorde. Een paard, als die honger heeft, wat doet hij? Hij doet een hoofd naar beneden en hij eet. Er loopt geen voer voor hem weg. Dus het is geen dingetje voor hem. Het is geen zaak. Daarom zie je ook, hè, dat je kunt hartstikke leuke dingen doen met voeren met de hand. En daar kun je echt hele leuke dingen mee doen. Maar sommige paarden kunnen er helemaal niet mee tegen. Weet je, in hun natuur, als zij trek hebben, dan doen ze hun hoofd naar beneden en ze eten. Er loopt geen voer weg. Dus in die zin zijn die dingen volkomen anders. Er is wel verschil in intelligentie in de specie. Dus bij paarden zie je wel verschil in intelligentie. En er zijn heel veel mensen die hebben dan een heel intelligent paard. Nou, het is heel leuk om een intelligent paard te hebben. Hij leert de goede dingen heel erg snel. Het vervelende is, hij leert de negatieve dingen ook heel snel. Dus alle dingen hebben, zeg maar, een weerslag op elkaar. Dus je moet daar wel altijd zorgvuldig in zijn. Voor mij is het bijzondere van... weten jullie waarom paarden zo spiegelend zijn trouwens? Weten jullie wat ze met name meten bij ons? Er is veel onderzoek naar gedaan. Maar zeg maar, op het moment dat jij schrikt en je adrenaline gaat omhoog, hè, of je hebt een slechte dag gehad, of je hebt het niet naar je zin gehad, en dan kom je bij je paard, en is je paard ook nog eens dramatisch vervelend en irritant, en dan werkt hij ook nog eens tegen je. Lekker zeg! Maar wat is er nou aan de hand? Dat paard in de kudde moet ontzettend goed opletten op wat er met de collega's om zich heen gebeurt. Dus op het moment dat hij gaat slapen, hè, in de kudde, een paard slaapt 4 tot 6 uur per dag, waarvan 1,5 uur ongeveer liggend. Maar als een paard in de natuur gaat liggen, want daar gaat alles nog van, maar dan zie je ze heel vaak liggen plat, maar dan hebben ze hun neusje nog op de grond. Dat zie je in de weilanden ook wel eens. Misschien hebben jullie dat wel eens gezien. Ze heeft zijn hoofd zo, maar dan hebben ze zijn neus zo op de grond. Waarom? Hij gaat slapen, liggend, dan is hij heel kwetsbaar. Maar als nou
collega oppaspaard, want in het wild gaan ze nooit allemaal tegelijkertijd slapen. Als die wat ziet, dan schrikt hij. Maar dan spant hij zijn spieren even aan. En dan gaat er een trillingje door de grond. En dat komt bij hun neus. Vandaar dat die neus ook zo gevoelig is. Dingen zijn niet zomaar. Nou, dan voelt hij die trilling. Dan kijkt hij op. En dan meet hij twee dingen met name. Die hij bij ons ook meet. En dat is de spierspanning en de ademhaling. Die twee dingen hebben ze uit onderzoek al heel veel mee gedaan. En dan weet hij dat er iets serieus aan de hand is en staat hij op en kan hij mee wegrennen. Hij denkt niet bij zichzelf, ja, jij weer. Ik lag gisteren net, hè. Wat denk jij ervan? Dat ik nou weer opsta? Ja, ik blijf nu even lekker liggen. Dat doet hij niet. Waarom? Op het moment dat hij blijft liggen, dan is hij de laatste, als er echt serieus wat aan de hand is, is hij de laatste die opstaat. Loop je aan de buitenkant van de kudde en heb je de meeste kans om opgegeten te worden. Awesome. En dat is gewoon minder plezierig. Dus ze lezen met name bij jullie ook je spierspanning en je ademhaling. Volgens mij bij de Rotterdamse Manege, Anita, hebben jullie Rico Schuier wel eens een aantal keren gehad of wel eens een keer gekregen. Ja, Rico Schuier, als je die een keer kunt zien, moet je echt doen. Dat is mega interessant. Die heeft heel veel onderzoeken gedaan met Laurens van Lieren. Over de invloed van jouw spierspanning en ademhaling op dat paard. Dat is heel erg interessant om een keer te gaan volgen. Even kijken. Carla, mijn eerste merrie was heel slim. Maar wat ik nu heb, is minder slim. Het beide is leuk en leerzaam. Nou, Carla, daar ben ik helemaal met je eens. Ze hebben allemaal zo hun eigen uitdaging. Kijk, belangrijk is in dit stuk dat we ons gaan realiseren dat dier vanuit zijn natuur op een aantal zaken reageert. En het is wel zo dat het ene paard reflectiever is dan het andere paard, toch? Dat is nou eenmaal zo. Zo ook bij mensen. En ik zie Ellen hier zeggen, ik ben een stresskip. Ik heb snel spanning in mijn spieren en een hoge hartslag. Mijn paard is mijn psycholoog. Nou, dat geloof ik, want die leert jou om te ontspannen. Je moet wel, je hebt geen keus. Iedereen zegt ook, mijn merrie voelt goed aan hoe ik me voel als ik ziek ben. Dan stappen we rond en doen we het rustig. Als ik me goed voel, dan daagt ze me uit. Ja. En Nikita heeft, wat noemde je nou van de manege? Rico Schuiers. Hij is een sportpsycholoog. Hij is niet van de manege, maar hij is een sportpsycholoog. Rico Schuiers, hij doet ook wel eens rondje instructie bij de KNS. En dat is mega interessant. Hij heeft heel veel verstand van dit vlak. Oké, en hier Ingrid. Mijn paard mankeerde van alles en had hierdoor een veel hoger reactief gedrag ook op mij. Ja, en daar raak je me heel erg, want dat is iets wat veel mensen niet weten. Ik kom heel veel bij paarden die ernstig reactief zijn en die eigenlijk fysiek niet goed zijn. En daar is al heel veel mee gebeurd, al heel veel mee afgetopt. Dus het is heel belangrijk inderdaad, als je een paard hebt die extreem sensitief is, dat je hem goed na laat kijken. Dat is een tip van mij. Dus ik wist het, maar werd ervoor afgeserveerd. Ja, ik snap het. Ja, het is soms wat het is. Maar wij hebben wel te werken met dit reflectieve vermogen van het paard. En ja, een beetje geintje wat ik ooit een keer meegemaakt heb. En dat gebeurt nog wel eens. Dan gaan mensen mij proberen te overtuigen dat ze een energetische verbinding met hun paard hebben. En ik geloof echt dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar ik wil wel graag alles in het hier en nu uitgelegd hebben. En ik kwam bij mensen en dan zeiden ze tegen me, ja, ik heb een telepathische relatie met mijn paard. Oh ja, want hoe dan? Nou, als ik denk aan de galop, dan gaat hij naar de galop. En als ik denk aan stoppen, dan stopt hij. Oké, dat klopt ook. Want het leuke is, wij mensen, als wij iets in ons hoofd hebben, dan zit het in ons lichaam. Dat is allemaal al onderzocht. Dus je spierspanning gaat aan. Dus als jij denkt aan de galop, dan gaat jouw lichaam aan galop. Maar als jij een heel gevoelig paard hebt, dan denkt hij, ik heb het begrepen, we gaan galopperen. Of ik heb het begrepen, we gaan stoppen. Dus het is heel belangrijk dat je je paard ook goed leert kennen. En ook heel belangrijk, niet alleen dat je je paard goed leert kennen, maar ook dat je jezelf goed leert kennen. Dat vind ik al gaaf ook aan de reacties die ik hier krijg op de chat. Dat nakijken heb ik wel geleerd van onze Arabier, die had pijn. En toen we het verholpen, was een compleet ander paard. Nou, Dylan, dat snap ik helemaal. En dat heeft ook met je eigen energie te maken. Zeker weten. Zeker weten. Weet je, en het leuke nieuws is, iets waar jij heel erg goed in bent, dat heeft altijd een negatieve tegenhanger. En je paard challenge dat altijd. En soms tot irritatie toe. Jullie kunnen je voorstellen dat waar ik heel erg goed in ben, is ontspanning en rust en geduld. Nee, niet dus, hè. Ik ben goed in de doorpakken, ik ben goed in de energie, ik ben goed om een leiderschap op te pakken. Dus ik moet me heel bewust zijn van rustig te zijn. En dat is niet altijd makkelijk. Als ik moe ben of wat dan ook, ja, dan is het nou eenmaal wat moeilijker.
zeer gestrest durft te tonen dat ze last heeft. Ja, 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 ik snap hem helemaal. We gaan eens even een polletje doen. Eerst even kijken. Stop, share, relaunch, polling. Continue. Even kijken. Nee hoor, ik moet eventjes end polling doen. Ja, dan gaan we hier naartoe. En dan gaan we iets doen over de leertheorie. Oké, de leertheorie. Ik ga gewoon vragen. Stellen, dan gaan we daarna ga ik even wat uitleg geven. Kan ons het geven, schelen. Welke vorm van operante conditionering komt bij het trainen van paarden heel veel voor? Je ziet hem niet. Let op. Goed van jou, Anita. Je houdt mij scherp. Welke vorm van operante conditionering komt bij het trainen van paarden veel voor? Positieve correctie? Negatieve correctie? Negatieve bekrachtiging? Of positieve bekrachtiging? Dat is grappig. Het is heel mooi verdeeld. En dan kan ik gelijk over een aantal dingen. Want het is zo essentieel voor mij als paardentrainer. En ik denk voor jullie ook. Weet je, dat bewustwording van wat je inzet en waarom. Zodat je ook weet welke uitkomst je kunt en mag verwachten van dat paard. Dat je hem gewoon een kans geeft om te snappen wat je doet. Is voor mijn gevoel echt essentieel. Ik zal hem eens even enden. Roos heeft een vraagje. Wat is operante conditionering? Ja, dat ga ik nu dus uitleggen. Ja. Dus daarom zei ik, we gaan hem even uitleggen. Oké. Al het leren, alles wat je doet, zeg maar, wat je noemt in de natuur, is als een paard geboren wordt en hij is daar als veulentje, dan heeft hij zijn instinct. En in zijn instinct heeft hij een aantal basisdingen, zijn vluchtgedrag. Hij gaat in de eerste 6 tot 7 maanden zijn taal leren. Dat is ook heel belangrijk, vind ik dit. Wij als mensen, wij hebben nog tot 7 jaar de tijd om een taal accentloos te leren spreken. Daarna, als je zeg maar op je 10e naar Amerika gaat, dan zullen mensen altijd horen dat je not native speaking bent. Een soort van een dialectje. Paarden hebben die mogelijkheid tot 1 maand of 7, 8. Hebben ze de tijd om hun eigen taal te leren. En die leren ze alleen maar van hun ooms, tantes, moeders, nichtjes, neefjes. En hoe meer ze dat dus geeft, hoe beter ze worden. Dat noem je nature. Alles wat hij van nature mee heeft gekregen. Wat je nurture noemt, is alles wat we hem aan gaan leren. En dat is belangrijk. Hè? Het is belangrijk dat we dat dier bepaalde dingen gaan aanleren, zodat hij minder stress heeft, zich prettiger voelt, dat je elkaar goed begrijpt. Nou, als je het hebt over aanleren, dan heb je het over conditioneringen. Nou, als je het hebt over conditioneringen, dan heb je het over de klassieke conditionering. Dat is misschien, weten jullie wel, Pavlov. Dat hondje wat in dat kooitje zat. En dat is eigenlijk verbinding van een signaal die nergens te doet met iets wat ook nergens te doet, maar het gaat wel verbinding krijgen. Dus eerst ging er een belletje bij die hond. Ja, een belletje voor een hond doet niks. Maar dan gingen ze doen, belletje voer, belletje voer, belletje voer. En in no time ging die hond speeksel produceren op het moment dat het belletje ging rinkelen. En dat is een hele belangrijke, want zo kun je dus een signaal. Wij doen dat ook best veel. Bijvoorbeeld, als jij aan je teugel zit, ja, dat paard heeft geen idee, hè? Die heeft geen idee dat dat betekent naar rechts gaan of naar links gaan of stoppen. Dan moet je hem intrainen. Nou, dat doe je door middel van operante conditionering. Zodat er eigenlijk een oorzaak en gevolg komt. Dus een reactie op wat er is. Nou, bijvoorbeeld bij klassieke conditionering ontstaat het doordat het vaak voorkomt. Hoe snel, weet iemand dat? Hoe snel moet jij iets laten zien aan een paard dat het gedrag wat hij heeft gedaan goed of slecht is? Hoeveel tijd heb je? Of dat belletje met het voer kwam? Wat voor tijd mag daartussen zitten? Weet iemand dat? Bijna geen, denk ik. 1 à 2 seconden. Nee, 3 seconden. Bij honden en bij paarden is dat ongeveer 3 seconden. Hoe eerder je bij de nul komt, hoe sneller het zal gaan. Maar je hebt 3 seconden. Na 3 seconden weet het paard niet meer dat wat jij doet te maken heeft met het gedrag wat hij heeft laten zien. He, dat is wel heel belangrijk om dat mee te nemen in je correctie of je beloning als je met je paard aan het werk gaat. Nou, operante conditionering wil eigenlijk zeggen dat we iets bewust gaan inzetten. Als je iets bewust gaat inzetten, dan heb je een beloning en je hebt een correctie. Wat is het verschil voor jullie tussen een correctie en een straf? Ik loop vreselijk uit, maar maakt niet uit. Weet iemand dat? Correctie en een straf? De benaming, ja.
Ja, maar het is interessant om over na te denken. En er zijn heel veel mensen die er heel veel over zeggen. En dat geloof ik ook wel. Maar Cise Milaan die heeft daar een hele mooie uitleg over. En die zegt, met een correctie ben je bezig met het vormen van gedrag. Daar waar het een straf wordt, komt jouw eigen emotie erin. En dan ben je eigenlijk niet goed meer bezig. En ik vind dat ook heel belangrijk met onze paarden. Daar waar je boos wordt of geïrriteerd, moet je eigenlijk even proberen weer rustig te worden. Om weer op de juiste wijze te kunnen belonen. Nou, dan heb je dus een beloning en een correctie. In je beloning heb je een positieve bekrachtiging en een negatieve bekrachtiging. Je hebt een positieve correctie en een negatieve correctie. En dan moet je inderdaad heel interessant, dat zie ik hier Linda ook zeggen en Jillian. Straf klinkt negatiever dan correctie. Helemaal eens, Jillian. En Ellen zegt ook opbouwend of afbrekend. En straf wordt frustratie. Exact, Tamara. En daar moeten we, vind ik, bij onze paarden vandaan blijven. Daar waar jij woede voelt, ben jij geen goede trainer meer. Het werkt niet meer, want je eigen emotie komt erin. Nou, als je kijkt naar een bekrachtiging, dat noem je in de term een reinforcer in het Engels. Heb je een positive reinforcer, een positieve versterker, en een negative reinforcer, een negatieve versterker. Positieve versterker is iets toebrengen. Dus een aai, een stemgeluid, ontspanning. Je geeft hem iets om het gedrag te versterken. Een negatieve versterker, dat klinkt helemaal niet lekker in onze taal. Sterker nog, de wetenschappers zijn bezig om die taal te veranderen. Maar een negatieve versterker wil zeggen iets weghalen. En dat gebruiken wij het meeste van allemaal. De negatieve versterker is iets wat wij in de paardentraining het meeste gebruiken. Als jij je paard naar rechts vraagt en hij doet het, hè, dan laat je je druk wat los. Als jij been geeft en hij doet wat je vraagt, laat je je druk los. Dat is een negatieve versterker. Een positieve correctie is iets toebrengen. Dat kan bijvoorbeeld druk opnemen zijn. Van nee, dat wil ik niet. Ik wil dat je iets anders doet. Het zou ook geweld kunnen zijn. Maar kan. En een negatieve versterker is wat je bijna niet ziet. Dat is bijvoorbeeld wat je heel goed in kunt zetten bij roofdieren. Dat is het negeren. Gewoon het weghalen. Maar ja, bij een paard, als je negeert, wat doet hij dan? Dan denkt hij bij zichzelf, top geregeld. Ik ga gewoon verder waar ik al mee bezig was. Dus bij paarden werkt dat wat minder goed. Bij paarden werk je met name met de positieve versterker, de negatieve versterker en de positieve correctie. Wat ik aan jullie wil vragen is, de komende tijd, als je nou paard gereden hebt, stap je af en dan ga je eens bij jezelf bedenken, wat heb je nou gedaan? Wat heb je hem nou gevraagd? En hoe heb je hem nou beloond? Omdat uiteindelijk is een correctie prima, maar is de beloning vele malen belangrijker. Hè, dat is wel iets wat ik persoonlijk in ieder geval vind. Hè? Even kijken. Ja, hoezo is teugeldruk, wacht even hoor. Hoezo is teugeldruk of been weghalen en hem daardoor met rust laten negatief? Ja, dat is dus interessant, Ellen. Omdat negatief vinden wij negatief, maar het is niet negatief. Ja, dat klinkt, dit is heel ingewikkeld. Sterker nog, de wetenschap wil die term negatief er ook van afhalen. Dus het is positief, ja, is iets toebrengen, negatief iets weghalen. Dus we moeten het even uit dat negatieve woordje halen van waar we het normaal op inzetten. Dus negatief is alleen maar een bekrachtiging. Ik gebruik de negatieve correctie. Een coronatest, dat is ook beter. Ja, exact, ja. Exact, heel goed, Anita. Even kijken, ik gebruik de negatieve correctie. Nog die interessant is van Dylan. Maar is het dan een combi als je de druk weghaalt en een stembeloning of ei geeft? Jillian, dat is precies waar het om gaat. Want het is bijna nooit alleen. Het is altijd een combinatie van dingen. Het is soms een positieve correctie met een negatieve bekrachtiging. Klopt, het zijn vaak combinaties. Absoluut, ja, dat is waar. Ja, klopt, dat zijn combinaties. En hoe sterker de combinatie, hoe sneller het paard leert. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Daarnaast is het ook essentieel om te weten, ook daar is veel onderzoek naar gedaan, zeker hoe jonger het paard, hoe belangrijk het is om een heel duidelijk signaal te geven en hem daarop te laten reageren, maar dan hem er ook even tijd voor te geven. Omdat als hij te veel signalen achter elkaar geeft, kan hij in verwarring raken. Hetzelfde geldt met kinderen. Ja, straf wordt voor even kijken. Ik ben klopje altijd aan op de hals, Linda. Is dat een beloning? Even kijken. Oh ja, dat is een hele leuke. Een klopje op de hals, een beloning. Ik heb wel eens gehoord dat het paard het eigenlijk niet fijn vinden. Weet je, zoals met alles, het is de nuance waar het om gaat. Vanuit natuurlijk gedrag kent een paard het klopje niet. Daar is onderzoek naar gedaan. Het geven van een aai, dus bij een jong paard, wordt veel hoger gehonoreerd. Sterker nog, dat is het enige wat eigenlijk gehonoreerd wordt, dan het geven van een klopje.
Alleen, als jij regelmatig herhaalt dat als het paard iets goed doet, het klopje geeft, dan gaat hij op een gegeven moment best wel snappen dat het klopje betekent goed gedaan. Alleen vanuit nature, vanaf het begin, is dat niet direct een logische. Hè? Dus dat is, ze gaan het uiteindelijk best fijn vinden, want ze gaan het snappen. Maar in het begin begrijpen ze het niet. Vinden ze dit heel ingewikkeld. Oké. Vanmorgen een heerlijke duinrit gemaakt. Bijna terug afgestapt en samen naar stal gestapt. Even samen, heerlijk voor beiden. Nou Carla, ben ik daar jaloers op zeg. Dat lijkt me echt heerlijk. En dat is natuurlijk ook het lekkerste wat er is. Ik wil nog één ding met jullie even behandelen. Want er is zo ontzettend veel te doen. Even kijken, stop share results. Wat moet ik nou? Relaunching polls. Continue, wacht even hoor. Nee, terug. End polling. Oh. Even kijken, waar is die stress? Dit vind ik nog een hele belangrijke. Kunnen paarden leren zonder stress? Leren zonder stress is niet mogelijk, eens. Of leren zonder stress is mogelijk, oneens. Kun je leren zonder stress, ja of nee? Ik vind hem een beetje moeilijk gesteld. Maar... Nou. Gaan al aardig binnenlopen. Het ligt een beetje gelijk. En ook hierbij heb je altijd de nuance weer van hoe wij als mensen ernaar kijken en hoe dat is voor het dier. Omdat wij bepaalde dingen labelen in onze taal of in onze omgang of in wat wij vinden. Nou, hier zie je dus dat het nagenoeg gelijk ligt. Eens of oneens. Ook hier is veel onderzoek naar gedaan. Ook wij, ook paarden, kunnen nieuwe, echte spannende nieuwe dingen niet leren zonder stress. Alleen, je moet erover gaan hebben, wat is stress? Wat is stress? Je moet je zo zien, je hebt in stress bepaalde dingen. Maar wij hebben stress gelabeld als iets negatiefs. Als mijn collega tegen mij zegt, oh, ik heb veel stress, denk niet, ach, wat leuk, je hebt het naar je zin. Dan denk ik, ach, ze heeft te veel stress. Nou, je hebt... Iets wat we noemen je comfortzone. Dat is iets wat jij beheerst. Dat is iets waar je goed in bent. In je werk of met je kinderen of in je thuissituatie. Daar ben je goed in. Of je schildert heel mooi. Dat beheers jij. Daar heb je geen stress van. Dat is jouw comfortzone. Daaromheen zit een schil. Dat noem je de learning zone. En zo werkt het ook bij paarden. Je learning zone betekent dat je iets nieuws gaat leren. En het grappige is, op het moment dat je uit je comfortzone stapt, dan stap je in je learning zone. Dan krijg je per definitie stress. Alleen, dat noem je in de psychologie positieve stress, motivational stress. Maar als je daaruit stapt, verder doorgaat, dan ga je naar de paniekzone. Nou, dat hoeven paarden ons niet te vertellen. Hè? Dan ga je van de comfortzone naar de learningzone en dan zijn ze opeens in paniek. Paniek is negatieve stress. In negatieve stress leren ze ook, alleen dan leren ze te overleven. En dan is het niet wat je wil. Dus belangrijk is dat je dat blijft voorhouden dat er zoiets is als positieve stress. Je moet een wedstrijd doen. Iets een beetje spannend, maar je doet het wel. En het is eigenlijk nog wel een beetje leuk, maar toch is het een beetje spannend. Maar je durft nog wel te bewegen. Dat is eigenlijk de definitie van positieve stress. Je vindt het een beetje eng. Het paard ook. Hij vindt het een beetje eng. Maar hij is er nog wel. Hij is nog wel bij je. Hij durft het nog wel te handelen. Nou, en met die positieve stress, dat stuk, daar, je moet een paard, en dat kunnen jullie al, want als je erover na gaat denken, weet ik zeker dat je denkt, oh ja, maar dat doe ik eigenlijk al van nature. Maar soms is het goed om de dingen bewust te krijgen, zodat je het kunt gaan inzetten. En wat wij heel erg leren aan onze studenten, is dat we een paard brengen naar de positieve stress, en als je dat even, dat we er weer van afhalen, dat we naartoe brengen, en weer ervan afhalen. Zodat iedere keer ook weer die momenten van ontspanning krijgt. Want sommige paarden, hoef ik jullie niet te vertellen, als die te lang spanning blijven ervaren, gaan ze stapelen. Dus je moet paarden eigenlijk naartoe brengen. En als het goed gaat, er weer van afhalen. Nou, en dat is essentieel, dat paarden en mensen echte spannende dingen niet kunnen leren zonder stress. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid, vind ik, dat wij paarden begeleiden in dat traject. Dus zie je dat je paard ergens moeite mee hebt, ga bedenken hoe jij hem in de allerkleinste stapjes kan helpen om die uitdaging die hij heeft te kunnen overkomen. En dat noem je in de leertheorie shaping. Hele kleine stapjes, hele kleine dingetjes, zodat hij uiteindelijk het grote geheel aan kan. Als ik een trailerlader doe, hè, dat doe ik best veel in demonstraties, paarden die al jaren niet de trailer op zijn gegaan, dan kunnen wij hem ook nog ophalen. Ik krijg, weet je, dat is ook heel interessant. Ik krijg ieder paard geladen. Ieder paard. Tot nu toe.
zal het afkloppen, in mijn trailer met mijn hekken. Maar dat is iets heel anders dan een paard te trainen, het te willen doen. Hè? Iets een keer laten lukken, hem iets te laten doen, is iets volkomen anders dan hem zo te trainen dat hij denkt, zo, die trailer, jongens, we gaan weer, we gaan lekker naar buiten toe. Daar zit de uitdaging in. Dat is het moeilijke. En dat is me wel eens een keer niet gelukt. Dat het me niet lukt om dat paard zo goed te trainen dat hij met die eigenaar dat wel kon. En dat is wel een verantwoordelijkheid die wij hebben. Wij moeten die paarden, die dingen die ze moeilijk vinden, zo trainen dat ze het leuk gaan vinden. Nou, dat is best een uitdaging. En dan moet je altijd denken in de shaping theorie. Kleine stapjes. Dus als ik een paard in de trailer wil hebben, dan ga ik hem eerst in mijn handen zetten. Dat hij goed naar me luistert. Dat ik leiderschap heb. Dan ga ik hem over dingen laten lopen. Tussen dingen, door dingen, onder dingen. Smalle doorgang. Nou, en dan heb je kans dat hij met je mee wil werken. Hè, dat is eigenlijk heel belangrijk. Even kijken. Gezonde spanning dan. Ja, gezonde spanning, Linda, is motivational spanning. Is motivational stress. Positieve stress. Dus als je uit je comfortzone stapt, kom je in die positieve stress. Hè? Die niet-negatieve stress, de positieve stress. En inderdaad, Dylan zegt, zonder stress krijg ik denk een hele hoop klussen voor werk of school niet af. Dat is een karaktereigenschap. Ik heb dat ook. Ik moet een deadline hebben. Anders wordt het helemaal niks. Maar dat is voor iedereen verschillend. Ik zie hier staan, dat zie je inderdaad heel erg bij de equine.com werkwijze. Dat werkt heel goed. Nou, ik vind dat heel lief. Alleen er is geen equine.com werkwijze. En daar maken soms mensen heel onrustig mee. Er is niet één aanpak. Ja, er is iets wat bij heel veel paarden werkt. Maar ja. Er is niet één aanpak wat voor alle paarden werkt. Dus het is ontzettend belangrijk, vind ik binnen equine.com, dat wij mensen de leertheorie, dat we mensen leren, de paarden leren lezen, dat we met ze leren communiceren, dat we ze leren hoe de invloed van jouzelf op dat paard is. En dat je kunt gaan kijken wat er gebeurt en wat bij dat specifieke paard wel werkt en niet werkt. Want dat kan heel erg verschillend zijn. Even kijken. Wiesje zegt, voor mensen geldt hetzelfde, anders krijgen ze een burn-out. Nou Wiesje, dat is helemaal waar. Dat is exact wat het is. En ik ben ondertussen ook echt van overtuigd dat ik ook paarden heb gezien die een burn-out hebben. Die zo lang in enorm veel stress hebben gezeten, dat ze, ja, dat ze niet meer op een normale wijze om kunnen gaan met de dingen die ze normaal wel kunnen. Is het vertrouwen tussen mens en dieren ook belangrijk, Roos? Ik denk dat het essentieel is. Ik denk dat het essentieel is. Kijk, je moet het zo zien. Een paard is een vluchtdier die leeft in een hiërarchie. Hè? Dus de hiërarchie, wie is baas over wie, is belangrijk voor de organisatie kudde. Op het moment dat jij bij een paard komt, heb jij de verantwoordelijkheid om die verantwoordelijkheid op je te nemen. Hè? Er zijn mensen die zeggen tegen mij, ja, ik wil graag gelijkwaardig zijn met mijn paard en partners. Dat is hartstikke fijn en dat is heel erg menselijk gedacht, maar het kan niet. Het is onmogelijk. Een paard vanuit zijn natuur kent alleen maar jij of ik. Dat is namelijk wat ze willen. Want en dat hebben ze alleen maar nodig in de vlucht. Niet als ze lekker aan het rusten zijn, maar in de vlucht moet het helemaal georganiseerd verlopen. En wij, als wij onder stress komen te staan, dat is echt anders. Toen ik in 2012-13, heb ik een hele slechte periode gehad. Economische crisis, scheiding, allemaal gezeik aan mijn kop, bedrijf niet goed enzovoort. Maar ik had wel tijd. Ik kon naar een bank. Ik kon met mensen praten, ik kon advies vragen. Nee, nou ben je paard en je staat in de natuur en er komt een tijger aan. Dan kan je niet zeggen, nog even wachten, 5 minuten, we gaan even bepalen hoe we het hier gaan doen. En dan geven we je zo een seintje. Dat gaat niet. Dus een paard wil onmiddellijk weten van jou, geef jij leiding of ik? Dat is van het moment dat je in de stal komt. Als jij leiding geeft op een manier die plezierig is voor hem, hè, want dat is een heel verschil in leiding geven, dan krijgt dat paard vertrouwen in je. Als je dingen met hem gaat doormaken en je laat zien dat je een goed leider bent, krijgt hij vertrouwen in je. Dan ga je die band kweken. Zo essentieel. Ik vind dat echt het meest essentiële is voor mij, als ik met een paard werk, goed te kijken naar wat hij nodig heeft, daarop in te kunnen gaan, zodat hij me gaat vertrouwen. Op het moment dat ik dat heb, dan kan ik wat bereiken. Zonder vertrouwen bereik ik niks. Dus ja, Roos, dat is het enige voor mij wat belangrijk is. Maar Ruin vindt het vaak lastig iets nieuws te leren. Schiet om het stress vaak in zijn Adeline, waar je dan weer moeilijk uitkomt. Ja, Idris, waarschijnlijk heb jij een paard wat wij noemen die een Adeline type 2 heeft. Dus je houdt een stress heel lang vast. En vaak laten die paarden in het begin wat minder zien. En die schieten dan opeens door. Mijn tip aan jou is heel klein aanbieden. Hem tijd geven om eraan te wennen. Zodat hij, als hij de stapjes echt aan kan, de eerste stapjes, dan gaat hij wel mee. Maar je moet bij dit soort paarden, die zijn vaak moeilijker te lezen ook. En die zijn ook wat, ja, daardoor ook wat moeilijker te trainen. Net in het begin wat meer tijd geven.
Oké, okay, vanaf welke manier, ik maak even de vraag af nog jongens hoor. Even kijken, van welke leeftijd kan dit leren beginnen? Ja, kijk, vanaf het moment dat ze geboren worden. Alleen, het is voor mij heel essentieel dat jonge paarden de tijd krijgen om jong te zijn. Dat ze paard kunnen zijn, want ze kunnen nog zo lang voor ons werken. Maar het is wel eerlijk om te zeggen dat er al veel onderzoek is gedaan dat door middel van imprinting, dus op jonge leeftijd, tot ze vanaf een maand, tot de eerste maand en dan tot 4-5 maanden imprinting, dat dat voor de rest van zijn leven een enorme positieve invloed kan hebben als je dat op de juiste manier doet. Kijk, voor mij is het belangrijk met een veulentje dat hij een halsertje om kan, dat hij mee kan lopen, dat hij vast kan staan, dat de hoefsmid en de dierenarts erbij kan. En als dat kan, vind ik het voldoende. Ja, ik werd van zomer nog gehaald. En het is echt een niet opeenstaand feit bij een fjortje die gevaarlijk was geworden. En hij was 4 maanden. En hij kwam steeds maar stijgerend op die mensen af. En ik was daar en ik denk, wat doet hij dat toch raar? Dus ik zeg op een gegeven moment, heb je ooit wel eens kunstjes met hem gedaan? Nou, zeiden ze, toen hij 6 weken was, was zo leuk. Dan zetten die zijn hoefjes zo op onze schouders. Oh ja. Tik. Onhandig. Dus je moet wel nadenken wat je ze leert. En voor mij is het belangrijk, als ze die basis kennen, gooi ze in het land, laat ze paard zijn, zo weinig mogelijk aan doen. Ik heb wel een keer een vraag gehad voor Bit of ik iets wilde, een artikel wilde doen wat je kan doen met 1,5- en 2-jarigen. Niet 2,5-jarigen, dat is al een ander verhaal. Zo ja, dat wil ik wel. Ze belden me op en ze zeiden, nou wat dan? Ik zei, nou wat je doet, je loopt naar stal, je doet een halstrom, je brengt hem uit weiland, je laat hem los. S'avonds laatst kom je terug, je pakt hem uit weiland, je brengt hem weer terug naar stal. Een beetje gechargeerd, maar dat is wel wat het is. Kijk, heb jij een hele dominante, dat je dan iets eerder wat gaat doen, snap ik best. Maar ik vind wel dat je er voorzichtig mee moet zijn. Samenwerking en leiderschap. Ja, Carla, dat is wat het is. Mee eens. Nou, dat is mooi. Kun je jezelf ook trainen om met ieder type paard om te gaan? Oh, wat een goede vraag. Dylan, ja. Je wordt wel steeds beter. Maar er zijn paarden waar ik makkelijker mee kan dan met anderen. Zeker in het begin. Er zijn wel paarden dat komen en denken, oh, schij uit alsjeblieft. Dan heb ik niks met hem. Dat komt een keer voor. Het is wel zo, op het moment dat je hem meer leert kennen en je gaat meer doormaken, ga ik ze altijd steeds leuker vinden. Maar ja, je hebt wel je voorkeuren, toch? En je moet je voorstellen dat ik ben het typische van dominantie en kracht. Ja, dat wil wel eens wat conflict geven bij een aantal paarden. Dus daar moet ik mezelf ook altijd heel erg challengen om wel te blijven kijken naar wat dat dier nodig heeft. Dus sommige paarden zijn voor mij makkelijker dan andere. Dat is wel wat het is. En met anderen staan en spelen de veulens. Ja, zeker. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is ook nog een laatste. Dan ga ik een laatste afsluiting doen. En dat is zo goed om je te beseffen. Veel mensen doen dat niet. In de natuur worden, als er een jongetje geboren wordt in de kudde. Want we weten eigenlijk nog helemaal niks van deze dieren. Ik ook niet. We weten er veel te weinig van. Ondertussen, door heel veel onderzoek, gaan we steeds meer leren. Nou, met de opleiding gaan we ook altijd een dag naar kuddes toe met een etoloog. En die doen DNA-onderzoek. En wat hebben ze nou gemerkt? Is dat als jij een dominante, sterke hengst bent, dan krijg je veel meer merries dan een niet sterke hengst. Of die krijgt er misschien zelfs wel geen één. Maar ja, dan wordt het voorjaar en jij hebt heel veel merries. Die worden allemaal tegelijkertijd hengstig, gaan allemaal lekker ruiken. Ze lopen allemaal van die jonge hengstjes om jou heen. En die willen één van jouw merries afsnoepen. Want merries lopen niet los rond. Nou, dan moet je de hele tijd bevechten. En het vervelend moet je ook nog dekken. Nou, ik weet dat niet, maar dat schijnt heel vermoeiend te zijn. Zo'n hengst denkt na een tijdje, dit is wel veel werk. Weet je wat ik doe? Ik neem een hulphengst aan. En die neemt een antecedenthengst aan. En wat is nou het bizarre? We weten, want ze kunnen namelijk niet denken en plannen, paarden. Hè? Ze kunnen niet vooruitdenken. Maar ze hebben een extreem instinct. Wat gebeurt er nou? Die haremhengst, dus de leidinggevende hengst, die zegt precies tegen die andere hengst, jij mag die 4 merries dekken, dan doe ik die 5. Maar na 3 jaar, als de veulens die eruit gekomen zijn, 2 zijn, dan worden ze weer gedekt, dan weet die haremhengst nog precies, oh, die zijn van die andere hengst en deze zijn van mij. Die kan ik niet dekken, maar die andere wel. We weten nog gewoon veel te weinig. Maar als je dan als mannetje geboren wordt, dan blijf je tot ongeveer 1,5-2 bij papa en mama. Vroeger zeiden ze dat je eruit getrapt werd. Maar meer en meer onderzoeken wijzen uit dat die hengstjes zelf denken na een tijdje. Ja, het is tijd voor mij om een grote vent te worden. Ik ga op kamers. Dan gaan ze uit de kudde en dan gaan ze in een bachelorkudde leven. En wat gaan ze dan heel de dag doen? Spelen. Waarom? Ze moeten heel behendig en sterk worden om uiteindelijk zo'n merretje af te snoepen. Daarom, als je gaat kijken in de wei,
Wie spelen er heel de dag? Ruinen. De Ruinen. En wie doen dat helemaal niet? Merries. De Merries. Dus als je gaat kijken naar een kudde, hoe homogener, hoe beter. Hè? Maar ja, een hengst of één ruin stoppen in een kudde van 6 merries, dat is toch een beetje zielig. Want dan loopt heel waarschijnlijk heel de boel op te zieken. En die hebben helemaal geen zin om met hem te spelen. En hij wordt hartstikke onrustig. Nou, zo zijn er een aantal. En ik kan natuurlijk maar een paar dingen doen en, in zo'n avond. En ik vind het hartstikke leuk om het nog eens een keer te doen, als jullie het ook leuk vinden. Maar het zijn dus die natuurlijke dingen die paarden van zichzelf al hebben, waar we gewoon recht aan te doen hebben om te zorgen dat ze welzijn ervaren. Als we nou eens ook op deze manier met omgaan, dan zou het leven wel gemakkelijk zijn. Nou, wie is je zeker? Even kijken. En Gillen zegt een like-knopje. Even kijken. Mijn paard heeft sinds er een jaarling is alleen gelopen door omstandigheden. Kan het zijn dat door minder goed de leiding van mij aanneemt en sneller vlucht? Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Is het dat? Weet je niet. Maar kan het zeker zijn. Op het moment dat een paard in zijn jonge leeftijd niet goed zijn taal heeft geleerd, heeft dat absoluut effect op latere leeftijd. Een flessenveulen bijvoorbeeld, die opgevoed is door de fles, die wordt op 3-jarige leeftijd, zijn die erg gevaarlijk om in te rijden. Waarom? Ze hebben een andere taal. En ik ga het afknoppen. Kijk, ik ben heel eerlijk, met rijden, als ik een paard rijd, dan wil ik dat er nog net een hartslag in zit. Ik ben helemaal niet stoer. Ik vind het, ik moet niet eens kunnen zien dat hij schrikt. Dan vind ik het leuk. Op de grond, hoe gekker, hoe beter. Dan vind ik het weer wel leuk. Maar als ik met een flessenveulen moet werken, dan heb ik een serieus probleem. Omdat ik overleef van het feit dat ik paarden kan lezen, dat ik weet waar ik moet staan, hoe ik veilig kan zijn. Maar als ik hem dus niet meer kan lezen, als hij een dialect heeft, dan wordt hij gevaarlijker. En dit gedrag, Carrot, kan inderdaad zijn dat hij minder goed de leiding en snelle vlucht. Kan ook zijn dat hij gewoon wat onzekerder is. Er zijn meer dingen die hier mee te maken hebben. Nou, dankjewel Linda, dat is lief van je. Nou, ik denk dat we het gaan afsluiten voor vanavond. Ik vond het superleuk. Nou, ik heb ongeveer nog 100 dingen die ik wil vertellen. Maar ja, dat gaat even niet, hè? Nee, nou, volgens mij op je website is nog een heleboel opleidingen, whatever, te vinden. Altijd. En, ja, wie weet, als we nog een keertje lockdown nog lang blijven duren, komen we nog een keer bij je terug gewoon. Nou, ik hoor van Merel een vervolg dan maar. Graag gedaan, jongens. Hele fijne avond, fijn weekend. En vooral gezond blijven, hè? Hey, dankjewel, hoi. Annemarie. Graag gedaan, jongens. Hoi je. Dingen nog mensen, geloof ik. Even kijken. Dan moet je nog een heleboel chatjes kopen, volgens mij. Nou. Ja, zeker ja. Leuk hoor. Ach, wat een leuke club. Ja, heel. Ja. Hey Vera, groetjes hè. Groeten, leuk je weer te zien, meid. Alles goed met je? Ja, prima. Mooi zo. Fijn om te horen. Supergoed. Ja, volgens mij... Doei Carla, doei meid. Kus van mij hè. Sterkte met alles lieverd hè. Dag Lydia. Zie je me nu wel of niet? Lydia Kuiper, ja. Ik zie je vaker, ja.